Waterlandkerkje 1937. Simon Cellé is de veldwachter van het dorp. Hij woont aan de Katelijnenweg nummer 29. Zo aan Simon te zien is het een warme zomerse dag. En dat kan kloppen. Boven Simons hoofd wappert de Nederlandse vlag. Als dat in de jaren 30 in de zomer het geval is, kan het niet anders of ze vlaggen ter ere van de verjaardag van koningin Wilhelmina. Dus het moet hier 31 augustus zijn. Op de fiets nadert Bram Cellé, de zoon van de veldwachter. Hij is het hoofd van een lagere school in Drenthe en is met zijn gezin naar Zeeland komen afzakken om hier de zomervakantie door te brengen. Ter wille van de camera schudt hij de hand van zijn moeder. Dit is Trein, de vrouw van de filmende onderwijzer. Bram filmt hier het wel en wee van de familie en kennissen aan de Katelijnenweg. Allemaal korte stukjes, maar ja, filmen was nu eenmaal een dure aangelegenheid. Dit is Adrie Cellé, de dochter van de veldwachter. Die is 14 jaar. Wim en Els zijn de kinderen van Bram. Het zijn gouden tijden voor de familie. Zomer, logeren, mooi weer, een filmende vader. Daar ga je vanuit de bol. Opa arresteert de vandalen. Als hij weer in tenue is, vertrekt hij om de sterke arm in de omgeving te vertegenwoordigen. Hij gaat samen op pad met Rijksveldwachter Speyer. Zoon Bram blijft filmen. Oma heeft de luiken voor de ramen gesloten om de warmte enigszins buiten te houden. Het tweede meisje van links op de bank is Jo Willemsen. Ze is doofstom en zit in Rotterdam op school. De vakantie brengt ze nu thuis in Waterlandkerkje door en speelt vaak met de logeetjes. Opnieuw in de kring rond het tafeltje, als dat maar goed gaat. Weer een omgevallen tafeltje. Waarschijnlijk een vooroorlog Zeeuws-Vlaams volksspel. Of een variant van de Walgerse stoelendans. De familie Cellé woont hier in een huis van de overheid. Een zogenaamde dienstwoning. Links naast hun huis is een opslagplaats van de burgerwacht. Er zijn hier 30 geweren opgeslagen. In deze ruimte mag de familie de fietsen stallen. Veldwachter Cellé onderhoudt de wapens en beheert de sleutel van deze ruimte. We zien herhaaldelijk de mensen deze deur zorgvuldig sluiten. Dat moet ook wel als er van dat gevaarlijk tuig is opgeslagen. De burgerwacht is bedoeld om in tijden van oproerige bewegingen en ordeverstoringen de plaatselijke politie bijstand te verlenen. In feite dus een voorloper van de mobiele eenheid. Zoon Bram vergezelt zijn vader. Postbode Poissonnier, in Waterlandkerkje heet hij Poezenier. Hij bezorgt de post bij mevrouw Boeien, ook aan de Katelijnenweg. Ze heeft daar een winkeltje. En ze verkoopt onder andere zeep, koffie en olie. Aan de kuier. In klederdracht mevrouw van de Wegen. Met kind loopt daar mevrouw Buizen. Zij leurt met kaas en olie. Met haar kar bedient ze haar klanten tot in Oosburg. Mevrouw Buizen demonstreert hoe ze wekelijks op pad gaat om haar klanten van olie te voorzien. Koster Piet Versprillen schiet voor de camera langs. Het hoge gebouw op de achtergrond is de lagere school. Buurvrouw De Feiter wil ook wel eens met haar kinderen gefilmd worden. Oma Cellé poseert met de sleutel van het gewerenkot. Moeder en dochter. Daar komt meneer Boeien. Hij is de huizen langs geweest om zijn spullen aan de man te brengen. Hij is op weg naar huis. Van zijn nering alleen kan hij niet leven en daarom hebben ze ook een kostganger in hun woning, de man rechts. Jaap Cellé,
ook een zoon van de veldwachter, 19 jaar. Hij is net klaar met de HBS in Oostburg. Dat jaar verkast hij naar Amsterdam om bij de Bataafse Petroleummaatschappij te gaan werken. En natuurlijk de deur weer goed op slot. Denk aan de sleutel, mensen. Als opa zich opmaakt voor een van zijn dagelijkse ronden, pakken de logees ook de fiets om een bezoek te brengen aan Jan Koster en zijn gezin. Die heeft in het gehucht Klein-Brabant een boerderij, de Inlage. Wim Cellé mag de vruchten plukken uit de ouderwetse, hoogstammige fruitboom. Het is die zomer een komen en gaan van kennissen. Met pet is Frans Schelen, de broer van oma. Landelijke taferelen op de akkers van boer Jan Koster. Eind augustus, volop oogsttijd. Dochter Anna werkt volop mee in het bedrijf. Ze is breed inzetbaar, van oogsten tot melken. Een ander kort filmpje waardoor we binnen kunnen gluren in het Zeeland van de jaren 30 is van de familie van Essen uit Goes. Het is 24 augustus 1934. Marleentje Hollestelle viert haar eerste verjaardag. De Goese familie huurt jaarlijks een kamer in Zoutelanden om daar de vakantie door te brengen. Het zal je maar gebeuren. Vakantie, zomer, strand, mooi weer en bovendien jarig. Geen wonder dat pa op zo'n dag helemaal uit de bol gaat. En dat willen we nog wel eens een keer zien. Filmer Simon van Essen heeft niet alleen oog voor zijn familie. Hij gunt ons op een zondag een kijkje op de godsvruchtige autochtonen. Ja, de Van Essens weten die zomer volop te genieten tijdens hun vakantie. Fietsen, kuieren, op lanen en paden van het vooroorlogse Walcheren.